En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op natasjaonline.nl. Het is al heel lang geleden dat ik een beauty video opnam. En ik had er in één keer zo zin in dat ik dacht, nou weet je, dat ga ik gewoon doen. En dat kwam eigenlijk omdat ik van de week iets bij de etens bestelde. En dat waren namelijk, hoe heet die ding nou? Billendoekjes. Dat is natuurlijk niet waar de video over gaat. Maar ik bestelde dat online, want er was een aanbieding. En ik zag toevallig ook dat er wat make-up in de aanbieding was. En zo bestelde ik iets waarvan ik dacht, huh? Serious? Kopen ze dat? Wat is het? Wat houdt het in? Kan dat? Nou, jullie hebben de titel van deze video al gezien, dus jullie weten het al. Het gaat namelijk over de shadow liner van LOV. Ik weet niet of het een Nederlands merk of Engels merk is, maar ik denk dat je het zo uitspreekt. En waarom ik zeg, is omdat het zowel een liquid liner als een oogschaduw in één is. Een 2-in-1 liquid liner en eyeshadow. En toen dacht ik, oké. Interessant, dat wil ik graag even testen. Dus ik ga mijn eerste indruk vandaag met jullie delen. En ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Doe ook vast een blauw duimpje omhoog als je ook denkt, wat is dit? En je dus heel graag verder wilt kijken. En abonneer natuurlijk even op dit kanaal als je nog niet geabonneerd bent. Om altijd als eerste en sowieso mijn video's te zien. Want dan verschijnt mijn video in jouw feed. En dan weet je dat ik een nieuwe video heb geüpload. Nou ja, goed. Ik ga daar niet meer woorden van veel maken. Abonneer je gewoon even op Natasja Online. Thanks! Ik bestelde het bij de Ethos. Ik zag zo snel op internet dat het verder ook online wel te verkrijgen is. Maar ze verkopen het in ieder geval bij de Ethos online. Ik weet niet of ze het ook in de winkel verkopen. Dat durf ik niet te zeggen. Dit is de shadow liner. En deze was in de aanbieding. En ik heb eigenlijk niet eens gekeken naar de kleur. Ik was gewoon al helemaal getriggerd door het feit dat het dus een eyeliner en oogschaduw in één is. Het is de kleur nummer 120 Mauve Sparkle. Ik weet helemaal niet hoe je dat uitspreekt. Mauve? Mauve. Nee, vast ook niet. Ik geef de achterkant voorlezen. Dan hebben jullie ook een beetje een idee. Transforming texture. Highly pigmented liquid liner with light reflecting sparkles. Blends into a powdery eyeshadow when sponge on the lid. En dan staat er echt een heel lastig woord. Ik ga het voor jullie proberen te vertellen. Ophthalmologically. 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 Oké, ik ga het langzaam uitspreken en dan versnel ik het gewoon, zodat het misschien wel overkomt zoals het moet uitgesproken moet worden. Maar hey, geen garanties, laatste keer. En deze speel ik dus versneld af. Let's go. Test het. Oké. Nou ja, dat is geen idee wat het betekent, maar google het even zou ik zeggen. Ik heb hem open, ik heb hem dus nog niet eens opengemaakt, jongens. Dus echt gewacht dat jullie erbij waren. Nou ja, het is gewoon een doosje, dus heel bijzonder is het niet. Ja, het is inderdaad gewoon een verpakking zoals een liquid liner er ook uitziet. Dus een lang staafje hierboven, zodat het makkelijk is om vast te houden. En een klein, ja, het is geen tube, hoe noem je dat dan? Flesje eronder. Zet hier nog iets op. Nou ja, dat er 2,5 milliliter in zit. Ja, dat het welke kleur het dus is, wat het is. En eigenlijk hier ook weer transforming texture, blablabla. Ik ga hem openmaken. En dan zie ik inderdaad gewoon een penseeltje zoals een, ja, een liquid eyeliner eruit ziet. Ja, daar zijn verder geen bijzonderheden aan. Daar kan ik niet heel veel woorden over wil maken. Ik ga zo meteen mijn bril afzetten. Ik ga het gewoon eens als eyeliner op mijn ene oog doen. Ga ik het daarna meteen uit? Ik heb geen idee. Zou je het ook echt kunnen gebruiken als eyeliner waaronder dan oogschaduw zit? Interesting. Nou, ik ga het met jullie testen in ieder geval. Ik heb trouwens van de week een lashlift laten doen. Dus ik heb geen mascara op. En ik hoop in ieder geval dat die wimpers, want die staan dus nou zo omhoog gekruld, dat het wel een beetje meewerkt. Dat ik wel fatsoenlijk dus die eyeliner op kan doen. Oké, nou mijn haar ziet er ook weer prachtig uit. Nou ja, anyways, laten we het gewoon eens proberen. Ik ga hem gewoon eerst. Ik ben helemaal trouwens niet goed met liquid eyeliner. Ik zeg het vast. Ik ben ook langer geen beautyblogger meer. Dus ja, dus ja. Bereid je maar voor op de worst. Het is wel een mooi bruinachtige kleur. Ik dacht trouwens dat mauve, of hoe je het ook uitspreekt, dat dat paars was. Maar nou lijkt het toch op bruin, maar wel met glitters. Ik ga jullie even inzoomen. Kijk. Nu zien jullie het verschil, want hier staat dus niks en hier is wel. Maar is het echt goed te zien?
ik heb mijn bril nou niet op, dus ik kan het niet zo goed mee kijken. Hij is dus wel echt heel subtiel. Ik denk dat ik het wel oké vind, maar ik heb mijn bril momenteel niet op. Dus, en via mijn telefoon kijken is dan toch zeg maar. Dus, maar volgens mij, ik vind het eigenlijk ook wel iets. Ik heb normaal zwarte eyeliner op, maar dit heeft ook wel iets. Maar dit is alleen dus nog de eyeliner. Ik ga gewoon hetzelfde oog gebruiken, denk ik, om hem als oogschaduw aan te brengen. Wat was de bedoeling? Dus het smutsje. Ja, je zou dus moeten blenden als een powdery, dus een poederige oogschaduw op het moment dat je hem aanbrengt en gaat smutsen. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ga dat gewoon lekker op hetzelfde oog doen. Voor mijn gevoel is het dan gewoon als een vlek, maar hij begint inderdaad zo poederachtig aan te voelen. Ik vind de kleur overigens wel echt mooi. Zover als ik via mijn telefoon kan zien. En er zitten dus glitters op. Maar ik had net dus hem eerst aangebracht als eyeliner. En die valt daardoor wel een klein beetje in het niet. Verder vind ik hem overigens wel oprecht heel mooi. Omdat hij gewoon lekker subtiel is. Maar toch net dat donkerder heeft. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt. Als ik hem opnieuw als liner ook nog overheen aanbreng. Het verschil zie je wel. Dus het werkt wel. Ik ben oprecht wel heel erg verbaasd. Ja, want het lijntje is wel echt donkerder. Oké, ik ben volgens mij vet aan het knoeien. Maar dat maakt niet uit. Dat het wel een oogschaduw kan worden. Oh, mijn baby wordt wakker. Kijk. Ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien. Maar ik zie zelf wel het lijntje nog. En de smudged oogschaduw. Ik ga het nou met deze oog even andersom doen. Ik ga eerst even naar mijn baby. Links is dan altijd lastiger, vind ik. Dus wish me luck. Zeker als ik nou nog een spiegel vast heb. Nou, een spiegel, een telefoon. Dat maakt er niet uit hoe ik het doe. Ik klieder het gewoon onder. Ja, hij is wel echt dat hij daarna naar een poeder wordt. Hij heeft echt ook maar een beetje nodig. En hij is goed glitterig. Dus dat is op zich wel mooi. Nou, laten we de eyeliner aanbrengen. Oh, mijn vinger is alleen vies. Ja, dat werkt oprecht. Oh, lekker fijn mijn haar. I like. Dit valt me echt helemaal niks tegen, jongens. Interesting. Interesting. Kijk, volgens mij is deze kant zelfs beter gelukt dan die kant. Nou, ik zie het nog niet zo goed, want ik heb dus geen bril nu op. En geen goede spiegel. Laat het eens even drogen. Ik ga mijn bril eens opzetten. Misschien dat ik het meer zie. Nou ja, zo niet vanaf het scherm. Oké, mijn linker eyeliner is niet per se heel mooi aangebracht. Ik krijg een beetje hierbij het idee van een... hoe noem je dat dan ook alweer? Ik zeg al geen beautyblog meer. Van een smoky, dat was. Ik krijg een beetje een smoky idee van. Dus een donker lijntje en dan dat uitgewerkt naar, ja, oogschaduw dus. Het valt me niks tegen. Ik ben echt oprecht verbaasd en verrast hoe goed dit eigenlijk werkt. En ik denk zelfs... Ja, dit is gewoon ook heel... Ja, eigenlijk is het gewoon ideaal. Je hebt en eyeliner en je hebt oogschaduw bij je. Ik ben eigenlijk nu ook oprecht heel erg nieuwsgierig naar bijvoorbeeld wat zwart dan doet. Als ze die kleur hebben, geen idee. Maar ik vind dit op zich wel een hele mooie kleur. Gewoon dat, ja, bruine. Ik hou sowieso wel van die aardstinten. Dus allemaal niet paars en weet je wel, dat soort kleuren. Dat hoeft allemaal niet. Nee, ik ben echt oprecht verrast. Wat heb ik ervoor betaald? Volgens mij nog geen 3 euro. Want ik zeg, het was een aanbieding voor 50% korting of zo. Dus dan zal die normaal 6 euro, 7 euro kosten. Ja, ik ben echt oprecht verrast en verbaasd. En meer kan ik er gewoon niet over vertellen. Want ik ben echt oprecht verrast en verbaasd. Dus nou hebben jullie dat wel genoeg gehoord, denk ik. Dat ik verrast en verbaasd ben. Nou, het is dus de Shadow Liner van LOV. En ik ben... echt heel blij hiermee. Ik dacht, dit is dan zo'n aankoop. Dat test je dan een keer. Nou, beland in je kast. Maar ik denk oprecht dat ik hem dus vaker ga gebruiken.
Hij werkt fijn. Hij verandert inderdaad in een poederige oogschaduw, maar niet met fallout en zo. Dus niet dat hele poederige. Maar je voelt wel als je hem dan smudgt dat het van textuur verandert. Dat vind ik oprecht heel bijzonder. Want de eyeliner, als je hem als eyeliner aanbrengt, voelt ook oprecht gewoon als een liquid eyeliner. Dus hoe dit werkt, geen idee. Maar ik ben wel fan. En hij is dus echt onwijs budgetproof. Sowieso ook als hij niet in de aanbieding is, is deze nog steeds onwijs budgetproof. Dus kijk even op de site van Ethos of gewoon Google het even. En ben je geïnteresseerd, bestel het dan. Ik zal eens kijken of ik een link hieronder kan plaatsen waar je rechtstreeks dus naar Ethos kunt gaan om deze te kopen. En dan hoop ik dat jullie deze video weer heel erg leuk vonden. Als dat zo is, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op dit kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En ik hoop je heel snel bij de volgende video ook weer te zien. Houdoe!